Bij een raceweekend komt ontzettend veel kijken. Het gaat natuurlijk om het winnen van de race en de nodige punten te behalen. Maar ja, je moet ook zorgen voor je sponsoren, voor je hospitality, voor je team, voor je crew. En waar ga je die laten? Nou, hier bij Movico in Duren hebben ze daar een vrij simpele oplossing voor bedacht. Een vrij logistieke operatie, maar toch dood eenvoudig. Matthijs, kun je ons vertellen waar we precies staan? Ja, ja, dat kan ik jou vertellen. Wij staan in een van onze nieuwste Transformers, de Giant XL. En de Giant XL zetten wij uh, actief in bij uh, diverse autosportevenementen. Uh, hebben wij uh, afgelopen jaar gelanceerd in de Ferrari Challenge. Is in Le Mans geweest. En uh, onze kroonjuweel, uiteraard, de Dutch Grand Prix in Zandvoort. En wat is het nou dat dit concept zo uniek maakt? Deze unit uh, is zo speciaal en uniek omdat hij uh, uh, slechts één container is van 45 voet. Binnen vier uur ontvouwt hij zich in een oppervlakte van zes 45-voet containers. En dat doen we met slechts twee paar handen. In welke series van de autosport zijn jullie allemaal actief? Nou, wij zijn uh, in de series uh, de Ferrari Challenge zijn we actief. We werken uh, in de WRC. Uh, wij hebben in de week het een en ander gedaan voor de 24 uur van Le Mans. En uh, we zijn net terug uit Dakar. Nou, dit is dus een gigantisch grote ruimte. Maar neem ons even mee. Wat zijn de opties wat je met deze ruimte zou kunnen doen? Ja, de, de mogelijkheden van deze unit zijn oneindig. Uh, we zetten hem voornamelijk in voor hospitality. Uh, maar een mooi voorbeeld is, uh, in Le Mans is hij ook voor crew hospitality gebruikt. Waarin dus boven hadden wij uh, een aantal mooie banken staan voor het uh, management. En beneden hadden wij crew faciliteiten voor 50 personen die daar hun ontbijt, lunch en diner nuttigden. Ik kan me voorstellen dat het een logistiek zware operatie is. Heb je wat voorbeelden van uh, uitdagingen die jullie vooral gestaan hebben? Ah, een zware operatie zou ik het niet willen noemen. Maar altijd een mooie uitdaging, noem ik het liever. Uh, ja, wat kunnen we op het tegenaan? Nou, je ziet altijd nog uh, hedendaagse overlap in kalenders. En uh, een mooi voorbeeld is: dit jaar uh, zullen wij deze jongens weer gaan inzetten in de Ferrari Challenge. Maar kijken wij ook naar de 24 uur van Le Mans. Nou, de 24 uur van Le Mans uh, finisht op, op zondag. Uh, wij moeten dan op zondagavond maandag afbouwen. Maar we worden wel weer verwacht in Budapest... om daar weer op woensdagochtend op te bouwen. Nou, dat geeft een behoorlijke logistieke uitdaging met zich mee. Waarin we dus met dubbel draai zullen gaan moeten werken om een afstand van 1700 kilometer binnen slechts enkele uur te kunnen gaan overbruggen. Is er ook nog één droom dat jullie denken: nou als we daar staan, dan is ons target wel behaald? We hebben al een aantal hele mooie targets mogen afvinken afgelopen jaar. Uh, maar we willen nog steeds in de, in de autoracerij gaan groeien. Uh, en dat kan met deze unit. We zijn nog steeds aan het kijken naar andere uh, variaties hiervan. Uh, maar uh, de Dutch Grand Prix was slechts een, uh, een voorproefje wat ons betreft. En ons doel is straks ook om een gerenommeerde naam te zijn binnen de paddock van de Formule 1. Heeft uh, Red Bull ook een contact gezocht met jullie? Nou, Red Bull uh, Racing uh, nog niet, maar wij werken wel voor uh, andere Red Bull uh, uh, ja, faciliteiten om zo te zeggen. Uh, dus Red Bull Media House, daar hebben we afgelopen jaar ook uh, een unit van mogen leveren. Dus uh, de contacten zijn wel gelegd. Ja.